het is ons eigen Vesterok blond bier. Oh, lekker. Speciaal voor jullie een apart etiketje. Wat cool. Oeh. Wij doen gewoon heel erg wat we leuk vinden. Wij zijn met een team en we vermaken ons en we zijn een soort van vriendengroep die video's maken. En ik denk dat, ja, dat het plezier ervan afspat en dat is misschien wel het geheim. Ja, met een banaan. Zal ik hem met een banaan openmaken? Met die avocado. Ik zweer het, ik kan dat met een banaan. Nee, wel. Wel ook. Ik doe dat niet. Alleen maar slecht ideeën. Nee, want die scheert... Ik kan met mijn tanden, hè. Ik scheert in die banaan. Nee, je moet die pakken. Oh nee, ik heb mijn wallet ninja. Oh, nee, gast! Jawel, je doet het wel goed. Ja hoor! Hey, eigen biertje. Ik kan iedere dag doen wat ik leuk vind. En er is geen baas boven mij die zegt van hé, je moet het op die manier doen of op die manier. En dat maakt het zo speciaal. Dat je gewoon je eigen creativiteit kan uiten op YouTube. Hoe je dat zelf maar wil. Ja, en dat is geweldig. Oké, let's go. Ah, ik vind het altijd super leuk om de kijkers ook in levende lijf te ontmoeten. Want op internet zie je maar een getalletje. En in evenementen als dit, dan komt het echt op leven. Dan zie je echt al die kids staan met een blije gezichten. En daar doe je het uiteindelijk wel voor. En vanaf mijn 12e ben ik al bezig met camera's en met filmen. En ik kan me gewoon niet meer voorstellen dat de camera uit mijn leven verdwijnt, zeg maar. De kijkers zijn best wel blij, zeg maar. Best wel enthousiast. Maar dat is heel erg leuk. Dat, ja, sommigen gaan huilen, sommigen gaan gillen, sommigen gaan echt schreeuwen. En ja, dat is, blijft bizar, want ja, ik ben zelf gewoon een mens en ik zie mezelf ook gewoon als Dylan. Maar kijkers worden blijkbaar heel erg enthousiast van ons team als wij ergens verschijnen. Later!